Chinese ondernemingen hebben vandaag op een bijzondere manier aandacht van de regering gevraagd voor de toenemende criminaliteit. Journalist Richelle Maknak maakte het volgende verslag. Supermarkten, bouwmaterialenzaken, restaurants en andere Chinese ondernemingen houden vandaag hun deuren gesloten tot 1 uur in de middag. Ze willen dat de overheid acties gaat ondernemen, want ze zijn de roofovervallen van de afgelopen periode stad. In de afgelopen periode zijn 2 Chinese ondernemers om het leven gebracht bij roofovervallen. Wanneer ik praat over veiligheid, is het niet voor een specifieke groep of een bepaalde groep. Het is voor de gehele Suriname, voor de gehele samenleving. En ik heb ook op social media gezien bepaalde posten dat men etnische richting opging. Maar dat is eigenlijk niet zo. Het gaat eigenlijk niet om een bepaalde bevolkingsgroep. Het gaat eigenlijk om een bepaalde branche. We hebben over de winkels, de supermarkten met name, of groothandelaren. En zo toevallig zijn mijn mensen van Chinese afkomst in die branche. Maar wat eigenlijk heel belangrijk is voor deze groep gaat geen loon vragen, gaat geen baan vragen, gaat geen verhoging van salaris vragen of percelen vragen, maar ze willen wel de veiligheid hebben. En dat is van imminent belang voor deze groep. Ik ben niet zo goed in cijfers, maar als ik het goed heb, houdt u me den goede, hebben we tot zaterdag, vorige week zaterdag, 47 overvallen met dood als gevolg, waarbij 5 van Chinese afkomstig zijn. Shuang Rui Wang, DNA-lid van de VHP, zegt ook dat het gevaar die de Chinese ondernemers lopen niet te onderschatten is. Een burger weergeeft de last die hem en een aantal anderen hebben ondervonden van de gesloten winkels. Ik heb geen winkel, dan heb ik mijn eigen winkel. Eerste winkel zei ik ook? Nee, het is een tweede man. Die heeft zijn dappen en dat is ja. Een pot zijn niet over veiligheid, no? Nu spot het ook. Alla die winkel is over veiligheid, dat die heeft de maak of vrienden winkel, die maak is de man. Want dat is een nog aan toch? Je naga trasma peetang een wil je ronde van de winkel tapu? Ja, toen was toen onomaya next. Onomaya next van jou. Dus we zien naar money, maar toch je gooi naar winkel kan je café nog op je zand bij. Nee, bij je maar. Je vaart een keer tapen, dat vaart je niet. Naar winkel bij zijn niet van jou. Wang haalde ook aan dat de regering al werkt aan oplossingen. In de afgelopen dagen heeft het ministerie van Justitie en Politie met diverse organisaties gesprekken gevoerd om een plan voor dit fenomeen uit te werken. Ik kan u vertellen dat de minister van Justitie en Politie, het ministerie bezig is om een werkgroep te installeren. Een gemengde werkgroep waaruit bestaande uit de ondernemers samen met het korps. En dat zo'n groep sneller kunt bewegen. Als er iets gebeurt, dat ze sneller actie kunnen nemen. Dat ze sneller het veld in kunnen gaan. En dat er ook training worden verzorgd aan de ondernemers. Dan heb ik het niet zeg over een bepaalde groep, etnische groep, maar totaal algemeen ondernemers, winkeliers, voor buitengewoon agent training. Want men vraagt vuurwapenvergunning aan, maar je moet wel weten hoe je mee werkt. De know-how is ook belangrijk, anders gaat het je leven niet redden. Het is juist een ramp, het wordt juist een ramp. En daarom gaan ze beginnen met basis. En daarnaast ook lezingen en er worden... Ik zei het al, ik ben niet zo goed met cijfers, maar houdt u me dan goede. Er wordt 281 nieuwe politieagenten op straat gestuurd voor surveillances en ook 50 nieuwe voertuigen. Wang, die ook adviseur is van de Suriname Chinese United Association, de SCUA, en de Suriname Chinese Business Alliance, SCBA, benadrukt dat zij niet in het beleid van de regering willen gaan. Echter moet er een duidelijk signaal komen, zodat bekend wordt waar de schoen wringt voor deze ondernemers. Volgens Wang hebben de Chinese ondernemers bij hun actie rekening gehouden met de rest van de gemeenschap. En het belangrijkste is, er wordt geen rep en roer veroorzaakt binnen de samenleving, dat we geen spullen kunnen kopen. En ik denk dat de volgende stap, ik heb nog niet met de mensen gesproken, maar ik denk dat de volgende stap misschien van een halve dag tot een dag wordt. En ik zou adviseren om ook een brief te sturen naar DNA.
om ook een petitie in te dienen. Misschien kan dat veel meer werken. Maar laten we, alvorens we gaan tot fase 2 en fase 3, laten we even rustig blijven en kijken naar het resultaat. Want wat we wel weten is dat de regering, met name het ministerie van Justitie en Politie, wel haar werk al gedaan heeft gedurende de afgelopen dagen. Maar laten we dan even kijken naar het resultaat van wat uiteindelijk uit de bus komt.